Samantha, gezellig dat je er al bent. Hoe is het met jou? Hey, waarom zie ik de tekst? Oh, daar. Nu zie ik de tekst al. Hi Samantha, gezellig dat je er bent. Een hele goede avond, Destiny. Ook weer gezellig. Hoe is het met jullie? Hoe was jullie avondeten? Nu, we gaan straks weer verder hunten. I love it. Mark, hi. Mariella en Shawnee, ook weer gezellig vanavond. Jullie zijn top. Dankjewel voor de like. Is het met jullie? Hebben jullie me de afgelopen 3 uur gemist? Dat is echt zo raar. Gewoon 3 uur geleden dat ik voor het laatst gestreamd had. Oh, dankjewel Mark voor je share. Ik ben ook bijna klaar. Gaat wel goed en met jou, hoe was de stream? Hij was echt super leuk vanmiddag. Hij was echt leuk. En je kan hem terugkijken op Facebook en anders wel op YouTube. Zo, die gedeeld. Oké, ik had cadeautjes opgehaald bij Wooded Lady vanmiddag. Dus die gaan we nu even openmaken. Nee, niet droppen. Pascal, gezellig dat je er bent. Niet zo lekker. Shawnee, nee toch niet? Te laag. Zo. De stream was echt super gezellig. Emily, gezellig dat je er bent. Ik ben net weer bezig met hunten. Nice, nice, nice. Yay, spread the love. Ik, wow. Ik mocht cadeautjes, hoe heet dat, van Bullet Lady de eiland pakken. Want ze had ook zo'n rat en daar mocht je aan draaien. En dat mocht je meenemen. Yay, spread the love. Dus ja, er zitten wel wat leuke dingen tussen zo te zien. Oeh, kan ik die leren? Ja! Dankjewel, Bullet Lady. Die wist ik nog niet. Yay, spread the love. Oh, like it. Daar ga ik morgen of vanavond nog. Ines, gezellig dat je er bent. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Yay, ik doe even de spullen die ik overig heb gewoon weer allemaal terug. Zodat we meer ruimte hebben voor andere spullen. Je zou maar net zien dat ik weer op Vogels Spinnen Eiland kom en... liever niet. Yay, maar we gaan weer op zoek naar mijn 2 dreamies, lieve mensen. En dan kunnen we eindelijk beginnen aan mijn eiland. Jennifer, gezellig dat je er ook bent. Yay, spread the love. Even kijken hoor. Oh, jou moet nog even inleveren. Anders is het een beetje zonde. Didi, jou doe ik gewoon even voor de zekerheid hier. Jou ga ik zo inleveren. Ik ga gewoon weer 50 nog wat tickets pakken. En we zullen het zien. Dankjewel voor de shares. Voor de mensen die nog meer geshared hebben. En thank you for all your likes. Jessica, gezellig dat je er ook bent. Even kijken, ik had 20, 30, 40, 50. Nou, we hebben weer 50 Noobot tickets. Jullie heb ik eigenlijk niet nodig. Maar ja, het zal wel. Die ene beestje ga ik even inleveren. Mijn Merida is verzonden. Oeh, nice, nice, nice. Hopelijk laten de 2 laatste dames sneller zien. Ja, echt. PG was een rampje om met 313. Ik had bijna de hoop opgegeven. Maar ik ben zo blij dat jullie achter me stonden en naast me. Dat was echt super fijn. Maar ja, je kan het. En weet ik wel wat. Ik vond het echt fijn. Even dat beestje inleveren en daarna gaan we verder met hunten. Make a donation. Yay. Oh, Ines, dankjewel voor de like. Ja, no thanks. Ik ben veel te druk bezig, jongens. Ik heb net koppie gevonden. Ah, netjes. Emily, dankjewel voor de like. Jij in bed blijven. Nou, gewoon, want je moet slapen. Ja, dat vind ik best, maar kom op. In het bed. Ik heb net Poppy gevonden voor mijn eiland. Poppy is schattig!
Hey, ik kijk weer gezellig mee, zolang het lukt. Yay, Shannon! Gezellig! Te wachten tot de bewoner weggaat, tot duurt soms zo lang. Valt op zich best mee. Hoe snel dat gaat. Thank you for the like, Jessica. Dat is meestal met time travel dat we dat doen. Yes, use nog maar tickets. We gaan er nu eentje gebruiken. Please, laten we er gelijk zitten. Time for the off. Ik ben aan het wachten tot ik Mary kan ophalen bij Priscilla. Dan kan ik weer verder. Oeh. Mary is ook schattig. Samantha, dat is al super lief. Ja, we gebruiken nu de eerste Noemma-ticket voor de volgende reeks. Ik had Tiffany gevonden op 123 Noemma-tickets. Monique had ik gevonden op 96 Noemma-tickets. En Gigi gewoon op 330. Dus ik hoop dat het niet zo lang doorgaat. Ik vind je glas leuk. Dank je. Ik kom weer op Money Island. Nee, dat is hem. Maar maakt niet uit. Ik hoop dat ik ze voor maandag heb. Dan kunnen we vanaf volgende week gewoon lekker rustig aan mijn eiland werken. Moet lukken toch? Het is nu al dinsdag. We hebben nog woensdagmiddag, we hebben nog donderdag, we hebben vrijdag, we hebben zaterdag. Moet lukken toch? Ah, cute. Klopt. Maar die zoeken we niet. Ja. We gaan gewoon weer verder totdat we ze hebben gevonden. En als jullie leuke vragen hebben of iets wat jullie willen zeggen, kom maar op. Dat kan allemaal in mijn chat. Zolang je het maar vriendelijk houdt. We gaan naar Noekma Ticket 2. Dankjewel voor de like, Leandra. Dankjewel. Echt, nee. Vanmiddag was de stream echt super leuk met Bullet Lady. Als je het gemist hebt, kan je het terugkijken via Facebook en anders op YouTube. Als het goed is, heb ik net de laatste 3 streams op YouTube gezet. Zodat ik die weer eraf kon halen. Dankjewel, Patrick, voor je like. Zodat mijn computer weer wat meer, plek kon hebben. Welke villagers heb je tot nu toe op je eiland? Ik ga zo even kijken als ik weer terug ben. Want dan kan ik mijn plattegrond pakken. Waarom zie ik die niet op de gewone chat? En anders hebben we volgende week nog. En die week erop. En die week erop. Ja, Marielle, dat is waar. Maar alsnog. Ik wil gewoon aan mijn eiland beginnen. Ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd. En die willen eruit. Yay. Twinkle, twinkle, little star. Oh, Leandro. That's so sweet. Dankjewel, Leandro. Thank you, thank you, thank you. That's so sweet. Ik ga deze week een Mew en Mewtwo ontmerkt voor maken. Oeh, dat is super gaaf. En hoe is het met jou, Leandro? Als ze klaar zijn, Emily, wie is ze dan laten zien? Ik had een stomme octopus. Welke stomme octopus? Je hebt Sukker, dat is mijn stalker. Je hebt die rode, dat is Octavian. En je hebt Marina, die heb ik nu ook al 3 keer gezien of zo. Ik loop in Amsterdam, pak die voor Jessica. Stijn moet rondlopen in Amsterdam, pak je. Voor een Nintendo Switch. Jazeker, nice. Ah, jongens, echt. Ik hoop snel dat de meisjes zich laten vinden. En wat Marielle ook zegt, van we hebben nog genoeg tijd. Ja, dat weet ik. Maar ik wil mijn creatie gewoon laten zien aan jullie. Ja, deze is zo cute. Een rode. Ah, Octavian. Deze is ook schattig. Maar die heb ik niet nodig. Sorry, meisje. Ja, maar ik heb haar als aan het... Dat is echt super lief. Laat ik gewoon vragen of iedereen meedoet. Uit solidair. Ja, sowieso. Ik ga zo de code doen.
Dat is super lief. Staat er niet alleen voor. Nee, dat sowieso niet. Weet je, krijg de piep. Ik ga gewoon die code nu doen. Voor jou, Jessica, in mijn stream. We moeten wel heel veel zeggen hoeveel ik van je hou, hè? Ik zeg doen, pin hem vast. Hey, waarom kan ik hem... Oh, daar. En mij gaat het goed. Ik ga straks mijn beste vriend en mijn Fortnite spelen. Ah, gezellig, Leandro. Dat is nice. Ik wens je al heel veel plezier. Voor vanavond. Echt cute. Even kijken hoor, wat was de code? Staat erin. Maar is dat de searcher code? Dan denk ik. Echt. Ik doe dit voor jou, hè, Jessica. Nee. Kom nou niet dat de volgers me gaan haten. En hoe is het met jou? Goed. Het is echt super gezellig met streamen. En het gaat echt geweldig. Vanmiddag een super geweldige stream gehad met Bullet Lady. En dat ging echt super. Het is een MA-code. Zo het... Ah. Ook goed. Nee, maar echt vanmiddag was het zo gezellig in de stream. Dan moet ik een hele week gaan streamen in dat pakkie. Nee, toch. Maar het is voor jou, man. Yes. Nou, Jessica, die moet een week in zo'n raar pakje lopen. In zo'n raar pakje lopen. En als ze dat doet, een hele week lang, dan krijgt ze de Animal Crossing Switch. En aangezien het Jessica is, ga ik het doen. Nee, niet die. Echt. Na die week verwijder ik hem gelijk weer, hoor, yes. Ik doe het voor jou. Good evening, Lorelei. How are you? Thank you for the like. Oh, ik heb er nou spijt van. Maar ik doe het voor jou, Jessica. Dat je geweldig bent. Where? I don't like this. Daar, gezellig. Even een broek halen, want ze loopt nou in onderbroek. dit is voor jou, omdat je me steunt. Twinkle, twinkle, little star. Oh, Jessica. Mwah. And it is for you. Heart. Om.jamie stand mop. Kissing face. Dat klinkt zo niet. Oh, echt geweldig die stem. Ik doe het voor jou. Oh, great. Echt elke avond of elke dag wanneer ik stream, zet ik het erin dat het voor Jessica is. Dat ik er nooit zo bij zou gaan lopen. Ja, wel mijn hippe broek natuurlijk, hè. Where? Kijk, heb ik tenminste toch nog wat leuks. Wat is er? Oké, we gaan weer verder hunten. Ik zou toch een Nederlandse stem nemen. Ja, maar het is zo leuk als zij in het Engels spreekt. Hoe je dat in het Engels zegt. Jessica is for you. Ja, maar dit klinkt wel leuk. Klopt. Ik zal je niet haten hoor.
Mijn hele familie en Jeff is voor Ajax. Ach, nee, ik heb echt niks met voetbal. Echt gewoon niet. Maar ja, we steunen elkaar. En ik zelfs in mijn stream. Ja. Ik ga weer verder. Is goed, Leandro. Dank je wel voor de sterren. En dank je wel dat je er gezellig was. Ik wens je een hele fijne avond. Twinkle, twinkle, little star. Scaveningen. Behalve die. Echt, als ik het woord Scheveningen al zie, weet ik al dat jij bent. Dank jullie wel allemaal. Graag gedaan, lieverd. Oh, jongens. Ik hoop dat dit een beetje werkt, hè? Om die twee te vinden. Oh, dank jullie wel allemaal. Graag gedaan. Ik zet het elke avond en hoor het elke dag erin van dat het voor jou is. 4, klopt het? Ja. Ik was weer even de klus kwijt. Hij is ook leuk. Maar ze is het niet. Nou, op zich staat het wel. Nee. Ach, ach, ach. Hier mijn vader is Ajax fan en mijn broertje nog steeds. Oh. Die kat is zo leuk. Klopt. Maar het is niet de kat die ik zoek. We gaan voor Diana en we gaan voor Sherry. Dus aangezien ik nu rood aan heb, hoop ik dat ik Sherry vind. Alsjeblieft zeg. Echt, ik hoop zo dat die week snel voorbij is. Maar ik denk zelf dat Jessica dat ook denkt. Maar het is voor een goed doel. Zij heeft een deal gemaakt met haar man. Als zij een hele week Ajax draagt, dan krijgt ze een nieuwe Switch. En ze hoeft het niet alleen te doen. In mijn voetbalperiode was ik ook Ajax fan. Ik heb niet echt een voetbalperiode of iets gehad. Maar jongens, ik ben al over, over 50% van mijn doel heen. Jullie zijn awesome. Volgens mij is dit een beer. Oh, beer Harry. Doei Harry. Hij ziet er echt zo anders uit dan op het plaatje. Want daar is het volgens mij de snor niet eens. Ik hoop nou zo niet dat de kijkers verlies. iedereen haat, behalve mijn echt trouwe neef. En ik ook niet echt. Mij ook niet. En iedereen laat ik gewoon lekker in de waarde waar die het van houdt. Ik heb wel een crush gehad op verschillende spelers. Ja, maar dat is weer een ander verhaal. Ook maat ik het. Nee, vertik. Oh. Please. Laat een van die meiden hier zitten. Yes. Dank je wel voor de like. Dank je wel, Lena. Dank je wel. Dank je wel, iedereen. Wie is dat? Ga naar de overkant. Dat heb ik ook gehad. Ja, maar iedereen had vroeger wel een crush, toch? Yes. Iedereen is stream al een like gegeven. Ga je ook helpen, Jessica? Oh, dankjewel, Gino. For your life. Hoppie. Ja, hey, gezellig. Ga je ook helpen, Jessica? Als mijn Switch zo weer wat voller is, zal ik hem ook downloaden. Oh, iedereen gaat Jessica helpen om met Ajax kleren te lopen. Francis, dankjewel voor de like. Maar dat is echt super lief. Je hoeft het echt niet in je eentje te doen.
Dus ik denk dat jij je speciale special krijgt er. Dankjewel voor het like, Shannon. Not better to kiss him hard and after he fight her the switch. Nee, ze hebben een deal gemaakt van dat ze in Ajax kleding rond moet lopen voor een week. En dan krijgt ze de speciale switch. Van denk, why? Ja, maar dat hebben we wel vaker bij crushers, toch? Dat we denken van... Ja, kom ik niet op spinneneiland, zie ik daar wel een spin. Ik dacht het even niet. Nou, aan de andere kant. Ik heb het gehad. Ik heb mijn blauwe hert. Bam! Die is super leuk. En dan was het... Naast hem. Mijn verjaarsfeest. Ah. Oh. Dat is niet fijn, nee. Ja! Dit is zo gemeen. Eerst was die spin boven en nu is die spin beneden. Bam of zo. Oh ja, wacht. Ze komen niet achter je aan als je geen net hebt, zei je. Oh, hij is daar in dat hoekje. Zo, niet leuk. Yes. Nou, weer wegwezen hier. Jeg. Maar die zoek ik niet. Nee, klopt. Ik kom ook de hele tijd dingen tegen die ik niet zoek. Yes. Nee, nog maar. Yes. We gaan weer vliegen. We gaan naar de 8e. En hartje gewonnen vanmiddag. Yes. Ik had gewonnen vanmiddag. Ik kwam echt. Ik had er 2 gezien vanmiddag. Maar we vonden het zo leuk om het te doen dat we het volgende maand waarschijnlijk weer gaan doen. Nee, het was echt super gezellig vanmiddag om samen te gaan streamen en te gaan hunten. Yes, op de trees, no. Niet de goeie. Yes. Nee, het was echt super gezellig. En ik had echt niet verwacht dat ik zou winnen. Eerst had ik er eentje gevonden en daarna kwam er niet nog eentje. En ergens volgens mij in de laatste 10 kwam ik er toch nog weer eentje tegen. Dan heb ik er 2 gevonden. Ja. Dat was wel super cool. Oh Joyce, dankjewel voor de like. Dus ja, daarom ben ik blij dat ik gewonnen heb. Want mijn huisje is gelukkig dan nu nog leeg. Dus we kunnen gewoon weer verder gaan hunten naar de, hoe heet dat? Naar de 2 die ik nodig heb. Dus ik ben er wel blij mee. Want ik heb dan nu nog 1 huisje leeg. Nou, dan zit die vol. Kan ik nog 1 huisje verkopen, zeg maar. En dan kan ik daar ook nog mijn laatste poppetje in kwijt. Dus daarna kan ik gewoon mijn eiland gaan veranderen. En dan kan ik echt niet opwachten. Ik heb sinds vanochtend die bewerk-app. En ja, ik wil wel eerst mijn bewoners hebben gevonden voordat ik alles ga bewerken. Want dan hoef ik maar 1 keer te verhuizen. En dat is wel chill. Alweer op dit eiland. Why? Ik nog 37 tikka's. Oeh, Auka, dankjewel voor de like. En weer snel weer wegwezen hier. Bijna alles gezien, maar wist niet of je gewonnen had. Momenteel een tussenhond. Nee, ik heb gewonnen vanmiddag. Dus daar was ik wel blij mee. Oh, Gertje, dankjewel voor de like. Nee, het was echt super gezellig vanmiddag. Yes. En daarna was zij nog naar mijn eiland geweest. En ik nog naar haar eiland. Dus ja, we zijn ongeveer tot 4:30 bezig. Tenminste, ik was tot 4:30 bezig streamen. En daarna ging ik nog andere dingen doen en eten maken. Ja, dat was wel chill. Maar het was echt super gezellig. Oh, Celita, dankjewel voor de like. Thank you. Yes, I want to fly. Dus nu gaan we gewoon weer lekker hunten naar de personen die ik nodig heb voor mijn eiland.
voordat ik mijn eiland om kan gooien. En alles kan verwijderen. En recht maken. En daarna mijn grote brug maken. Oké, de beroemde brug van Priscilla. Zij had eerst een hele grote brug gemaakt. En daar heb ik de rainbowbrug van gemaakt. En die komt natuurlijk terug. Denk, kom even een like brengen. Topper, leuk gedaan vanmiddag. Ah, dankjewel Gerfje. Het was ook super gezellig en super leuk. Ik vermaakte me echt. Dat was echt super cool. Maar thank you voor de bericht en voor de like. Nu heb ik dat nummer in mijn hoofd. Ah. Alleen, mijn hond vloog me overal maar heen lopen. Oh. Waar ben jij? Nee, jou zoek ik ook niet. Geef me gewoon Diana's. Maar ja, met Gigi was ik 313 Noogma tickets verder. Dus ik ben benieuwd hoe snel ik deze twee nog vind. Dankjewel voor de like, Elisabeth. Dankjewel. Ik hoop niet dat ik voor Cherry in Halloween moet zijn. Maar volgens mij niet. Want er zijn al een paar mensen van jullie die Cherry al gevonden hadden. En gezegd hebben van, joh, je moet bij Jill wezen. Dus ze zijn allemaal gewoon verdwaald. Yes, doe wat ik heb. We gaan er 11. Ik ga echt lachen als ze onder de 20 zit. En dan zal je net zien dat ik voor Diana gewoon rond 500 moet hebben ofzo. Orville, we gaan weer vliegen. Maar gezellig dat de hond je overal volgt. Maar dat is wel leuk als je met haar gaat lopen. Zeker vanmiddag, want dan was het echt super mooi weer. Ik zag de zon schijnen en alles. Krokodil, ga weg. Ik vind het knap dat je het volhoudt. Ik werd echt een knettergek van het zoeken. Ik langzamerhand ook, maar ik vind het gewoon leuk dat jullie naast me staan en zeggen van joh Jill, je kan het. We gaan ze zoeken. Als ik het echt in mijn eentje zou doen en niet met stream, dan zou ik inderdaad ook knettergek worden. En daarom ben ik gewoon zo blij dat er mensen zijn die kijken en die het leuk vinden om naar hun streams te kijken en gewoon met mij mee gaan hunten. Van, zal ik ze vinden, ja of nee? Oh, Ash, dankjewel lieverd voor je like. Thank you. Plus, ik heb mijn tanden erin gezet van dat ik gewoon deze team, hoe heet dat, sowieso om een eiland wil hebben. Want als ik dat ook niet gedaan had, dan interesseerde het me niet. Van welke bewoners ik om een eiland heb. Maar deze mensen wil ik gewoon echt om een eiland hebben. Voordat ik dat stukje ga maken. En het is leuk om te zien welke krakker er allemaal is. Klopt. Maar dat zijn er echt superveel. Ik denk dat ze gewoon moet plassen hebben. Zou kunnen. I don't know. Kijk er achter. Yes. Mijn Noogma tickets die kloppen aardig. Merengue! Ik zag het al. Ik zag die roze beentjes. Nou heb ik er ook gevonden. Merengue is echt leuk. En sowieso kan je me wakker maken met chocolade aardbeien merengue. Weten jullie dat ook weer? Yes. We're already, yep. Nee, ik vond het echt top vandaag. Ik vind het nou nog steeds top. Want ik ben echt super blij dat ik gewoon kan hunten naar mijn dames. Neem je echt mee met een rondje. Gezellig! I wanna fly. Oh, Wesley, thank you for the like. Echt heel mijn stem van vanmiddag. My voice is turning around. Ja, ze is echt leuk. Ja, ik had mijn Rengai op Mercia. En toen ging ze weg en toen heb ik er weggegeven aan iemand anders. Zoiets. Ik had voormalig er weggedaan voor de challenge.
Ja. Nee, maar het is gewoon echt super leuk. Hunten met jullie zeker. Yes, ja, ja, aan mij schat. Kan je nagaan? Ik weet het niet eens meer. Mint. Ik heb de laatste tijd echt zoveel bewoners weggegeven. Behalve Bluebeer ben ik vergeten aan de juiste persoon te geven. Ja, ik was zo blij en enthousiast dat ik opnieuw ging beginnen. Ik was... Binnenkort ook weer spelen. Een beetje bouwen aan mijn eiland. Duurt altijd even voordat ik inspiratie heb. Ja, de ene die hebben het snel en de andere weer niet. Dat is het juist leuk van het spel. Je kan gewoon doen wat je zelf wil. Kwam jullie ook ineens tegen tijdens hunten terwijl ik niet op de was. Ze gingen wel mee. Ja, dat snap ik dat ze meeging. Dit is ook gewoon heel erg leuk en een schatje. Ik heb er van een week laten staan voor Monique. En ik ben wel heel blij dat ik er laat heb laten staan. Eerst had ik er moeite mee. Ik denk, oh, moet ik er meenemen, ja of niet? En toen liet ik er staan, ging ik naar een ander eiland. En toen kwam ik Monique tegen. En ik, ah, oh, goddamn. Ben ik even blij dat ik, hoe heet dat? Judy heb laten staan. Maar het deed wel even pijn. Want het is ook gewoon heel erg leuk en lief en een schatje. Het past bij mijn roze eiland. Dat is nice. Yes. Waar is ze? Ik kom best wel veel op dezelfde eilanden terecht, trouwens. Hier ben ik volgens mij net ook al geweest. Reggae. Dat is wel leuk. Dikke reggae toch. Dat deed ik met Zumba dansen en zo. Dat was echt super lang geleden. Maar heb je zo'n hele roze eiland? Oh, ik heb vandaag 5 sterren gekregen van mijn eiland binnen 250 uur spelen. Oeh, dat is netjes. Gefeliciteerd, Destiny. Yes, Noekmaticket. Ja, gewoon weer vliegen naar Noekmaticket 15. Ik denk niet dat ze onder de 20 zit. Ik hoop trouwens wel onder de 100. Dat zou wel leuk zijn. Dodo, we are going to fly. Fly high to the sky. Ik neem je meelopen. Gazali. Grotendeels rot-wit, ja. Mijn kleur ook wel, maar meestal rot en wit. Netjes. Nee, ik kan echt niet wachten om mijn eiland te maken. En daar hebben we Octavian. Jongens, ik weet dat ik rood aan heb, maar geef me dan sherry of zo. Niet Octavian. Yes, I wanna go home. Yes, I am ready. Nee, ik ben zo benieuwd hoe mijn eiland gaat worden volgende week. Of die week daarna, of die week daarna. Het ligt eraan wanneer ik er aan begin binnen. En ik hoop dat ik een van die twee dames vandaag vanavond vind. Want dan hoef ik niet de tijd terug te zetten. Yes. Yes, time for takeoff. En we gaan vliegen. Dodo, your copy. Nee, ik ben geen copy. Ik ben mezelf. Maar hebben jullie allemaal een leuke dag gehad en lekker gegeten vanavond? We gaan vliegen, we gaan vliegen. Oh, schappie. Gaan we niet doen. Ik zoek een hondje. Of een hertje. Yes, we gaan terug. Ik snap niet waarom ik nog zenuwachtig ben. Ik zit de hele tijd met een pen te spelen.
spelen. Hey, ik kom terug. Pannenkoeken. Ah, lekker. Hebben wij ook gegeten van de week? Ik heb gewerkt bij de hele enge regels van mij. Oh, Emily. Dat is niet fijn. Maar dat is fijn dat jij er niet mee in aanraak bent geweest. Echt, wat duurt dat lang allemaal, zeg. En we gaan naar Noemadikketipetien. Time for take-off. Yes. I am... curious. Is it here? Is it here? I don't know. Kou bijten. Ja, ik denk wel dat het een heel verschil is met vanmiddag en nu. Aangezien natuurlijk nu geen zon meer schijnt. Vanmiddag scheen de zon echt super lang. Waarom kom ik elke keer op dezelfde eilanden? En ja, heb ik ook niet nodig. Gaan we niet doen. Stop. Yes, maar Jessica, ik loop er nog steeds mee hoor. Maar als die week voorbij is, dan delete ik gelijk alles. I wanna fly. Ach. Ik ben niet de enige. Nee, jij bent niet de enige. We zitten in een uitschotpaal, dus... Ja, nee, dat snap ik. Dat je niet kan wachten tot Mary daar er is. Lijkt me echt zo mooi als je die aan hebt. Deze is ook leuk. Dolle kling, deleten. Ah ja. Nee, als die challenge voorbij is, die afspraak, dan delete ik af. Maar ik doe het voor jou. En iedereen doet het voor jou. Dat is echt gewoon super lief. Dat je het niet in je eentje hoeft te doen. Dat er meerdere zijn die gewoon helpen en die Ajax kleding aangetrokken heeft. Dat is best funny. Yes. We gaan naar 19. Ja, iedereen is super lief. Dat ze gewoon jou steunen. En zelfs mensen die je niet echt hoogpersoonlijk kennen, die ook gewoon dat aan gaan doen. Maar bij hoeveel Noekman tickets denken jullie dat ik hem vind? Ja, ik vind gewoon dat je hem verdient, Jessica. Ik ook. Chantal had een mooie. Eén team, één taak. Dat vind ik inderdaad een hele mooie. Maar het is wel zo. We doen zoveel samen. Dus ja, waarom dit dan niet? Ook niet de goede. Ik hoop dat je Dreamy vindt op de nummer 100. Zo ver! Nee, voor die twee... Ja, voor ze alle vijf heb ik het erover. Maar zeker voor die laatste twee. Ik moet ze gewoon vinden, die twee. Ik vind het altijd schattig hoe ze kijken naar die sneeuwvlakjes. Ja, yeah.
En sommigen die probeerden ze dus ook gewoon zelf te vangen. En dat is ook gewoon schattig. Jongens. Zo leuk dat ik dat deuntje heb gekozen voor mijn ingang. Nu blijft het in mijn hoofd zitten. Zijn verdikt af. 20. Zo, wat gaat die tijd snel? Oh, ik ben ook alweer 40 minuten aan het streamen. Tijd vliegt voorbij met jullie. Maar als het vanavond niet lukt, dan gaan we morgen gewoon verder. Want ik ga pas verder aan mijn eiland als ik de 2 dreamies heb. Want dan kunnen we daarna gewoon echt verbouwen en gelijk goed. Verkeerde hertje. Oh, zo schatje. Yes. Ja, Bo is een schatje. Wel leuk dat ik de muziek heb gekozen. Hij woont op een eiland. Ik vind hem zo geweldig. Hij is ook leuk. Ik heb wel Mercia ook even gehad. En toen wou hij weg. Ik denk, oké, ik ben toch bezig met de challenge, dus ga maar weg. Ben weer thuis. Dat heb je snel gedaan, Salita. Weer een octopus. Weer die rode of de roze of de huiskleur. Bam! Dit keer een soort bruine-achtig. Sticker! Dat is mijn stalker. Yes, I'm ready to go home. Yes, I am fly. Dan was mijn eerste village. Nice. We gaan naar Noemen Ticket 22. Het is mijn lievelingsgetal. Dus alsjeblieft, laat het goed zijn voor tickets. En dan moeten we daarna echt alle huisjes gaan verplaatsen. Naar het strand. En echt alle winkels en ook de museum helemaal naar voren. Het begon te regenen, dus dan loop ik al niet ver. Nee, dat snap ik, dat snap ik. Weer hij. Ik kom echt de hele dag van dezelfde tegen. Why? Oh, Lisanne, dank je wel voor de likely bird. Yes. Maar nee, dan snap ik dat. Yep. Nou, helaas niet. Mijn lievelings op nummer 22. Maar dan gaan we gewoon verder hunten. Gaan ze gewoon zoeken. Yes. Doei doei. We gaan verder. I wanna fly. Yes. Ik ga de film wel kijken. Ik kreeg hem vandaag eindelijk in mijn bus. Maar die is leuk. Time to take off. Die heb ik ook gezien.
Maar je kan, ja, er zitten wel characters in, net natuurlijk wat in het spel zelf. Maar het is voor mij zo lang geleden om echt een oordeel erover te hebben. Ik heb hem gezien, maar voor mij ben ik in slaap gedonderd. Ik weet het niet meer. Chop the trees, no I don't. Oeh, flessenpost. Deze is ook leuk. Ik vergeet haar naam elke keer. Message in the bottle. Message in the bottle. Yay, weer een nieuwe. Ja, maar ik ken alle plaatjes die er wel in voorkomen. Ja, dat klopt. Ja, ga je het weer over rekken hebben. Billy, gamer girl. Fido, gamer boy. Dankjewel, Hiske, voor je like. En Guido, dankjewel voor de like. Hoe is het met jou, Guido? Dat was Celia. Ja, maar ze is leuk. Maar het is dat ze niet op mijn, hoe heet dat? Op mijn, plaatje staat. 24. Alles goed, heel zeker. Ik heb nog een dubbele die je ijs ligt. Had je die al? Of heb je al veel dubbele? Nou, nee. Het enige wat ik dubbel heb, ligt in mijn woonkamer. Maar ik kan nog heel wat nieuwe DJ's leren. Ik doe met mijn vriend in de bios. Nee, onderhalen mijn ex. Ik ben heel blij om. Oeh. Maar mooi zo dat het goed gaat, Guido. Dat is fijn om te horen. Ook wat leuks gedaan. Waarom kom ik elke keer op dezelfde eiland? Flora, ik heb jou ook niet nodig. Hier gaan we voor Nigel Jill. Dat weet ik niet. Als ik als keertje online ben, dan kan je me gewoon inviten. En heb ik plek, dan gaat het lukken. Ik ben ook aan het opstarten. Nice. Je mag langskomen als je een snelle tussenstand wilt of WR centen. Ja, Jennifer, ik wil heel graag agenten. En als het jou dan niet meer uitkomt, dan maakt het niet uit. Dan kan je iemand anders blij mee maken. 25. Yes. Volgens de octopus. Marina. Die kwam ik net ook al tegen. Of was het door vanmiddag? Ik weet het niet meer. Ik hun de laatste week echt zoveel dat ik niet meer weet wanneer en wat komt. Godzilla, dankjewel voor de like. Ik ben bijna iedereen tegengekomen volgens mij, behalve Sherry en Diana. Anders wel hadden ze natuurlijk wel meegegaan. Oh, echt. Dan staan we straks met de hele groep bij iemands eiland. Probeer. En hebben allemaal Ajax kleding aan. Tijdje voor Mary is niet klaar, dus op naar de volgende. Netjes. Doe je goed, Marielle. Ik ben echt zo benieuwd hoe jij het gaat doen, hè. Jij had zoveel dingen gemaakt en zo mooi. En dan heb je natuurlijk nu weer helemaal opnieuw aan het begin ofzo. Yes, I wanna fly. 26. Use Snoop my ticket. Yes, time for takeoff. Maar voor de mensen die vanmiddag nog niet naar mijn stream hebben gekeken, de paintings en de schilderijen en de standbeelden, die heb ik ook klaar in mijn museum. Dus het is echt alleen nog de vissen en de insecten. Dus dat is wel fijn.
Dus als ik mijn eiland gedaan heb, dan gaan we ook gewoon op vissenjacht en insectenjacht. Wie ben jij? Niet de goeie. Hij laat nu wel anderen zien. Ik ben benieuwd. Mijn stoel zit niet lekker. Waar zit die hendel? Daar. Ja. Kijk, dat zit beter. Ready to go home. Yes. I am ready. Dit wordt zo cool. Echt, ik blijf dat nu maar gewoon in mijn hoofd houden nu. Yes, I wanna fly. Take off. Yes. Maar Marielle, waar bezeur jij de tuintjes op dan? Iemand die heel veel sneeuwvlokken heeft. Ik niet. Dat was ik vergeten over te zetten. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Creepy. Wegwezen hier. Yes, I want to go home. Yes. En wat hebben jullie verder als nog wat leuks gedaan vandaag? Ja, ik wil nog maar tickets gebruiken. Yes, time to take off. Gewerkt. Oh. Moet ook gebeuren, hè. Ik heb jouw stream gekeken. Was wel leuk. Was zeker leuk. Ik had echt niet verwacht om op die manier te gaan streamen met Bullet Lady. Echt zo leuk. Weet iemand nog andere schattige bewoners zoals Sherp en Fauna? Judy? Maggie, inderdaad. Ik ga weer verder. Succes met zoeken. Dankjewel, Emily. Wat gezellig dat je er was. En Flora, ik heb jou niet nodig. En Mabel, Apple, Polly, Bo, Bam. Wat is dat voor diertje? Dat is een kartje volgens mij. Piku is inderdaad ook super leuk. De kat. Die is inderdaad leuk. Poppy en ketchup. Ketchup is inderdaad ook schattig. Bam bam. Die had ik net nog gevonden. Of vanmiddag. Ik weet dat ik hem vandaag gevonden had. Bam. Use the Nookma ticket. Yes, ready to take off. Nu 2-0. Yes, we gaan vliegen. Maar ketchup is echt leuk. Het ziet er schattig uit. Met zijn tomatenhoofd. Gross! Wegwezen hier.
Waarom kom ik elke avond al één keer op Spinnen-eiland? Ik stream nu al 3 avonden achter elkaar. En volgens mij ben ik op elke avond wel op Spinnen-eiland geweest. I wanna fly. Zo, so, was even net brengen aan. Dan merk ik netjes. Noem maar ticket. Dat moet ook gebeuren. Yes, zo. So, we gaan gewoon weer. Noem maar ticket spuiten. We gaan op naar de 30. Gezondheid. Thank you. Steven, do not touch. No, I don't. Okay, have a good flight, my friends. Thank you. En volgens mij heb ik mijn lippen open genoeg. Zo voelt het wel. Daar ben jij. Oh, Chief. Zo leuk. Maar kom op met Diana en Sherry dan. Volgens mij zijn die echt super moeilijk te krijgen. Maar heel de week krijg ik al appjes en zie ik foto's van... Jeju, ik heb ze. Ik altijd leuk. Sorry. Ik dacht van ik ga geen koffie nemen, want ik heb vandaag al 3 koffies op. En ik denk als ik meer koffie ga drinken, dan redt mijn hart dat echt niet. Yes. Ik ga gewoon vliegen en we zien wel wat er tegenkomt. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Dodo. Diana en Sherry zetten koffie te drinken samen in Scheveningen. Twinkle, twinkle, little star. Diana en Sherry zitten koffie te drinken samen in Scheveningen. Oh, hij is hilarisch. Echt, ik weet nou al wat jij gaat doen. Verkeerde hondje. Gewoon elke keer als je sterren overwijkt, gewoon Scheveningen erin zetten. Maar dan spreekt ze echt super grappig uit. Maar dankjewel, Marielle. Voor je 10 sterren. Ja, zo lief. Spinneiland. Ja, daar was ik net. Ik was net op Spinneiland, dus ik ben snel weer weggegaan. En dan niet alleen, anders ben ik daar weer te lang. Ik wil hunten. Ik wil Sherry en Diana zien. Maar ik denk dat ik echt wel super lang mee bezig ben met die twee. Graag gedaan. Ah, doe ik het nog verkeerd. Nee! Reageer! Yes, I wanna fly. Yes. Yes. Maar ja, morgen is het sowieso dat ik overdag ga hunten. Dus hopen dat het meer werkt als ik het nou niet vind. Jill, je hebt nog een uur. Er kan nog van alles gebeuren. Ja, dat weet ik. Maar aangezien ik die twee al de hele tijd niet heb gezien... Je weet Diana te vinden. Mm. Maar ik heb geen zin om Marielle boos op mijn woord of dat Mark mijn save game gaat verwijderen. Dat zie ik er niet. Marielle is 5 minuten boos op me en het gaat alweer. Maar als Mark mijn save game verwijdert, dan ben ik heel lang boos op hem. Nee, dat weet ze niet. Jawel. Ach, gelukkig is Mark Fortnite aan het spelen, dus hij zal waarschijnlijk toch niet zien. Oh, jawel, hij zit nog steeds in de chat. Mm.
Ah, shit. Ik dacht hij is Fortnite of iets aan het spelen en ik hoor hem kletsen. Hij let toch niet op. Wel dus. Beetje jammer weer. Ik heb een speciale Mystery Island. En wat voor een Nookmat ticket moet ik daarvoor gebruiken dan? 10 tegelijk zeker. Maar daar heb ik er wel voor over hoor. Maar het gaat me lukken. Het gaat me lukken. Zolang jullie maar aan mijn zijde staan. Niet voor me, niet achter me. Nee, naast me. Vind ik veel fijner. Good luck, chickie. Oh, dankjewel, lieverd. Dat is lief. Oh, you know, don't get bell for a little light. In je Ajax pakje. Ja, echt hè. Oh. Nee, er eentje. Don't get bell, bullet lady. For your light. Thank you. Juist door de WoW-film ben ik. We maken in WoW. Oeh. Nee, ik speel ook met een mage, maar volgens mij ben ik nou druid. Ik weet het niet eens meer. Verschrikkelijk, maar het is voor een goed doel. Inderdaad, het is voor een goed doel. Ik draag dat apenpakje omdat Jessica die doel heeft. Want als ze een week in dat apenpakje rondloopt, dan krijgt ze een switch van Animal Crossing. Dus ja, wij doen het met z'n allen. Ze hoeven niet in haar eentje te doen. Oké, good flight, my friend. Elios, voor de 20e keer. Maar zij is ook leuk. Ja, maar het is nog erg dat ik gewoon in het apenpakje aan het streamen ben. Hé, ik zag iets roze, maar voor mij is het fout. Ja, dag! Waarom moeten er zoveel spinnen zijn? Ik heb één spinneneiland gehad. En al... 2 of 3 losse spinnen gezien op eilanden. Yes. Ja, ja. Yes, we are gonna fly. Alles voor het goede doel voor Jessica. Time for takeoff. Come up. Show yourself. Yes, good flight, my friend. You. On my way. Nog 24 om Fauna te vinden. Norma, laat me nou even met rust vandaag. En neem ik random mijn schatje mee. Aww. Heb je niet meer nogmaals tickets dan? Yes. Zo. Yes. We gaan gewoon naar de volgende. We komen er tegen. Ik ga vertrouwen. Ja, ik ben blij dat ik die 3 dames heb en nu de laatste 2 nog. En natuurlijk hou ik erbij om te kijken hoeveel tickets ik allemaal heb verspeeld. Cynthia, dankjewel voor de like.
Maar het zal goed komen, toch? Jawel, een stuk of 800. Oh. Heb je ook lekker veel Noema-tickets? Ja, ja. Alright. Nee, ik heb geen bomen nodig. En ook geen baaien. Nee, de verkeerde. Zit er niet op mijn plaatje. Yes, I am going home. Yes, ready. Na oelala. Ik denk dat ik maar weer een ander deuntje ga doen. Dat blijft in mijn hoofd zitten. Jee, ik kan hem bijwerken. Ik ga naar 37. Wie zal er zitten? Wie stuurt Sherry Vibes? Nee, jawel. Sherry Vibes en Diana. Ik hoef er nummer 2 van de 5. En die zullen waarschijnlijk het moeilijkste zijn om te hunten. Hij is leuk. Juist, je deuntje. Ja, maar hij blijft wel in mijn hoofd zitten. Hondje, niet de verkeerde hond. Paard. Ik ga weer verder. Wegwezen hier. En naar het volgende eiland. Yes. Maar ik ben blij dat jullie mijn deuntje leuk vinden. Ik ook, anders had ik hem niet gekozen. Maar hij blijft in mijn hoofd zitten. Oh, Mariela. Thanks voor de emoties. Echt, dan lig ik straks nog in bed en dan ben ik er aan het zien. Yes. Nee, die moest ik hebben. Ik drukte bijna als verkeerde knoppie. Nog even en we zijn bijna 40 tickets verder. Op welke Noema ticket zal ik Sherry vinden of Diana? Die twee die zijn echt die hard te vinden. Ik had eigenlijk gedacht dat ik Sherry en Diana eerder zou vinden dan Gigi. Maar eigenlijk klopt het niet, want Sherry die heb ik opgehaald op een eiland. En Diana die heb ik iemand anders opgehaald. Dus ja. Yes. Wie is het hier? Laat Sherry of Diana. Nee, Elvis. Ik heb jou ook niet nodig. Elvin. Nee, we gaan rijden. Yes, I'm ready. I want to go home. En dan gaan we gewoon weer verder zoeken. Thank you for the like, Kelly. Dank je wel. Yes, I wanna fly. We gaan doen wat ik eens gebruiken. 39 jongens. Sharp zou ik doen meenemen of verder hunten naar fauna. Sharp is leuk, maar als je echt fauna wil, zou ik gewoon niet opgeven en doorgaan hunten. Want ik ben ook gewoon doorgegaan, ook al is het moeilijk. Als je die persoon echt wil en je hebt toch genoeg van tickets, zou ik gewoon doorgaan. Want bij Gigi heb ik er gevonden op 313. En ja, dat is ook heel veel. Diana in de house, hoe is het met jou lieverd? Gezellig dat je er bent. Ik loop in zo'n rare apenpakje omdat Jessica een deal heeft gesloten met haar man
van als ze een week lang in zo'n apenpakje rondloopt, dan krijgt ze een Nintendo Switch van Animal Crossing. Dus zij hoeft het niet in eentje te doen. Echt, heel de groep volgens mij heeft dat rare apenpakje aan. Dus we steunen er allemaal. Better hunt in our fauna. Ik snap dat je misselijk wordt. Maar het is een goed doel. Zij heeft het niet in... Hoe heet dat? Jawel, het is wel Ajax. Maar zij heeft een deal... hoe heet dat? Met haar vriend. Van als ze een week lang in een Ajax pakje rondloopt... Dan krijgt ze een Animal Crossing... pitch. Maar ze hoeft het niet in een eentje te doen. En dat ik het nou weer... En dat ik het nou weer stream, ja... Ik hoop dat volgers mij zo leuk vinden dat ze gewoon door de vingers kijken van mijn apenpakje. En anders, sorry. Volgende week komt het dan weer goed en dan heb ik gewoon mijn eigen kleding aan. Turp voor de tweede keer laten gaan. Dit echt pijn. Dit gaat echt pijn doen. Ja, ik zou verder gaan naar... Oh, mijn renge. Ik zou verder gaan voor... hoe heet dat? Voor fauna, maar ja. Voor mij deed het ook hartstikke pijn om Judy achter te laten. Maar ik wou mijn meiden gewoon echt vinden. Even Ajax, het is 020 nu. Ja, oké. Nee. Nee, het is voor om Jessica te steunen voor haar doel. Dus het komt goed. Ben ik weer. Voel mijn ace niet zo lekker. Oh, dan moet je rustig aangaan, oh, lieve schat. Ik ben nu onderweg naar huis. Oh, wat ging je doen dan? Als je het wilt delen. 41. Maar dan moet je rustig aan, oh, Shawnee. Nee, dat snap ik. Met dat pakje van je. Aha! Nou ja, ze. Ga huilen in een hoekje. Oh ja, je had die verjaardag inderdaad. Hoe was het? Weer die paard. Ga toch weg. Was het leuk? Jongens, alsjeblieft, kunnen we stoppen over Ajax? Ja, geweldig. Hij zat zo van zijn mini cake smash. Oh, dat is zo leuk. Hadden we Leandro ook gedaan. Met zo'n bossenbol. Had hij helemaal kapot gemaakt en opgegeten. Dat is echt zo schattig. Yes. Ja, time for take off. Nee. Nee, zit te painten, maar werd er eens misselijk. Ga naar C, ga zo in bed liggen, denk ik. Denk inderdaad, Shawnee, dat het handig is. Je gezondheid gaat voor. En voor de mensen die net inschakelen en mij dat rare apenpakje aanziet hebben, het is voor een deal van Jessica samen met haar man. Als ze 1 week zo rondloopt, krijgt ze de Animal Crossing Switch. Maar ze hoeft het niet in een eentje te doen. De meiden staan achter haar. Dus wij helpen haar wel. Ik had een kleine cupcake met slag al. Maar hij wist het wel hoor. Toen tante er cupcake ging eten. Verdeelde hij gewoon helft in zijn mond. Oh, dat is een schattig. Lekker raar, zat hij onder. Yep. Maar dat is zo cute.
Maar 1 is echt een leuke leeftijd. Gaan ze leren lopen en alles. En worden zo lekker baldadig. Later ook hoor. Ja, helemaal. De foto's staan op Facebook. Oh, ga ik straks naar de stream kijken. Ik ben ook benieuwd. Het staat me best goed, dit pakje eigenlijk. Dat dacht ik ook, maar even later dacht ik van, oké, nee, laat maar, ik wil mijn jurk terug. Maar nog even volhouden, tot volgende week dinsdag. Hier een prinsessentaartje toe met witte chocolade van top tot teen onder. Aww. Nee, hier was het een bossenbol met slagroom. Dat was echt super schattig. Ja joh, een cupcake werd bijna mijn hand getrokken. Als hij niet zo ging huilen, zie je kijken. Awww. Ja, kinderen kunnen dat heel goed. Niet alleen de kinderen. By the way. Echt die vissen bij elkaar. Maar ik heb nog steeds die poppetjes niet die ik zoek. Doevoel. Wat de heck is dat voor muziek dan? Want ik neem aan dat het geen eten is. Nee, maar dat was zo leuk. Kinderen met taartjes. Zeker onder de 3. Onder de 4 zelfs. Yes, I wanna fly. Nou, nog langzamerhand gaan we naar de 50. Hier. 44. Klein voor take-off. Oké, we're gonna fly. Wie zal hier zitten? Wie zal hier zitten? En ik ga echt lachen dat als ik kijken van de week mijn ene laatste huisje heb gevuld en dat opeens iemand in de campsite zit en dat het een van die twee dames zijn. Ja, morgen krijgt die grotere cake smash. Die had ze wel voor mij gedaan omdat ze leuk vond. Aww. That's so cute. Nee, weer een varken. Kleine. Die wil ik niet. Yes, I'm ready to go home. Positief, are you ready? Yes. Maar dat is wel super leuk, zei Jan, als we dat gedaan hadden. Maar het is ook leuk, kindjes met gebakjes. Zeker als ze zo jong zijn. Dan halen ze het helemaal uit de kamer in handen en gaan ze eten en puzzelen. Dat is zo schattig. Yes. Take off. Echt, ik ben zo benieuwd wanneer ik ze ga vinden met hoeveel nookmat ik het. Super. Yes. Yes, we are chopped trees. Weer die app. Die had ik echt gepland. Kinderen zijn zo leuk als ze klein zijn. Kinderen zijn ook leuk als ze groter zijn. Maar kinderen zijn ook sowieso wel leuk. Ligt eraan wie en wat en hoe de opvoeding is. Niet iedereen is er met naast of een vervelende jong. Yes. En we gaan een vliegen.
Vliegen, vliegen, vliegen. Yes, time for take off. Best of 40. So, Sayana Animal Crossing. Nice. Yeah. Nou, mijn grootste deel van het eiland is leeg. Echt, waarom kom ik nou de hele tijd hard tegen? Is dat zo? Heb je echt zoveel weggedaan? Nee, ik ben alleen maar trots op je dat je Animal Crossing aan het spelen bent. Maar ik ben echt benieuwd hoe je eiland er dan nu uitziet, aangezien je zegt van ja, de grootste deel is leeg. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Gewoon alles verwijderen, weghalen. Dat doe je goed. Hi. Thank you. Ja, met die bloemen wegscheppen naar het strand. En dan weg en afwegen. Nice, nice, nice. Ik kan niet wachten om dat ook te doen. En morgen heel wat bijlen maken. Ah, oh, Roos, dankjewel voor de like. Nee, morgen ga ik echt heel veel, tenminste van de week ga ik bijlen maken, zodat ik al die bomen kan omhakken. Alles ga ik weghalen. Ja, vanochtend heb ik die bouwapp gekregen. Dus ja, die gaan we zeker gebruiken. En... eigenlijk moet ik mijn bewoners hebben voordat ik echt aan mijn eiland ga werken. Want anders is het echt van, oh, de brug en dat ding heb ik nodig. Oh, Sayan, thank you for the like. Dus van ja, ik heb die brug of de hap nodig. Oh, gaan we even naar voren. Oh, chips. Dan is de huizen gevuld. Dat is natuurlijk ook niet handig. Marit, gezellig dat je er bent. Hoe is het met jou, lieverd? Gazali, gazali. Ik heb nu 47 Nookwa tickets gebruikt en nog geen van de laatste twee gezien. Terry niet en Diana niet. Yes, yeah. Thank you, Marit, for your like. Maar ik hou de moed erin. We gaan gewoon verder zoeken. Ik moet ze hebben om een eiland voordat ik verder ga. Ah, balen. Goed hoor. Mooi dat het goed gaat. Here comes flight. Yes, of course we are going to flight. Ik zou het grappig vinden als ik hem tegenkom, dan noem ik het 50 of zo. En voor de mensen die zich afvragen waarom ik in het apenpakje rondloop. Kom door, Jessica. Maar we steunen er. Yes. Yes. Waar kan ik de beste stukken struiken neerzetten? Die kunnen niet op strand. Klopt. Die heb ik zelf neergezet op die uithammetjes van de eiland zelf. Waarom komt het door Jessica? Omdat Jessica een deal gemaakt heeft met haar man. Als ze een week lang in Ajax kleding rondloopt, dan krijgt ze de Animal Crossing switch. Maar ze hoeven het natuurlijk niet alleen te doen. De meiden helpen er. En dat ik nou stream, ja... misschien een beetje baden voor mijn kijkcijfers. Maar het hoeft niet alleen te doen. We gaan voor de gezelligheid. En als ze me daarop afkeuren, jammer. Want er zijn echt superveel mensen die echt tegen Ajax zijn. Maar ja, jammer.
Mij is gewoon een rare pakje. Even kijken. Weer een krokodil, maar niet de juiste. Ik heb ook geen krokodil nodig. Ik heb een hertje en een hondje. Dus geef hem gewoon. Ik geef niks om voetbal. Ik ook niet. Tot maar ticket 15. Als mensen daar een pakje gaan afkeuren, zijn ze niet. That's sweet. En we gaan vliegen. Als ik moet kiezen, dan het aanzemer. Mij ook niet hoor, Salita. Beetje rijk worden en achter de bal rennen. En als je een map dan weer wegschoppen. Nee, iedereen moet lekker doen waar hij zelf blij van wordt. Erik! Die is zo leuk. Nee, ik had hem ook een Mursje. Ik was zo blij dat ik hem gevonden had. Ja, nou is hij natuurlijk gewoon weg. Ja, en als je 30 bent, moet je met pensioen. Ren. Ja, is die niet leuk? Oh, ja natuurlijk. Ik had maar 50 tickets bij me. Ik moet er weer nieuwe 50 tickets pakken. Oh, als ik nou weer een spin tegenkom, dan word ik gek. Ik zal hem alvast bewerken naar 1. Dan hoef ik hem straks maar niet te bewerken. Eén, twee. 4, 5. Want dan ben je te oud volgens de regels. Laat nergens op. Nee, inderdaad. Hopelijk zijn ze sneller dan de volgende. Ja, ik hoop het wel. Want Tiffany vond ik op 123. Monique vond ik op 96. Nee, wacht. Tiffany op 123. Monique op 96. En Gigi gewoon 313. Dus ja, ik hoop dat ze wel eerder komen, ja. Yes, I wanna fly. Yes. Yes, wie gaat vliegen? Heb ik hem nou naar 52 gezet? Niet echt heel erg slim. Maar dat is automatisme. Want als ik in die optie zit, dan moet ik hem bijwerken. Ja, dacht ik al. Niet zo slim, Jilly. Nee. Hey. Oh, alweer hij. Ik kom hem de hele dag al tegen. Waarom? Maar ja, aan de ene kant ben ik wel blij dat ik vanmiddag toen ik die challenge deed met... hoe heet dat? Met Bullet Lady, dat ik ze ook niet tegen ben gekomen.
Want als ik ze dan tegen had gekomen, dan had ik gewoon echt te huilen van... Holy moly, dat is gewoon echt gemeen. Dus ja, nu gaan we gewoon verder zoeken naar Diana en naar Sherry. Matthew, is er met jou? Gezellig dat je hier bent. Hele goede avond. En jeugd. Zo jong ben ik niet meer hoor. We gaan naar Nookmatica 52. Ik hoop zo dat ze daar zit. 52. Kom op, Sherry en Diana, laat je zien. Doe hier zo. Je bent denk ik jonger dan mij. Dat zou kunnen. Hoe oud schat je me? Dat is altijd leuk om te vragen. En mensen die het wel weten hoe oud ik ben, niet zeggen. Dat is leuk als mensen gaan gokken. Ze zitten er echt 9 van de 10 keer naast. Ja. Kijk, dat bedoel ik. Je begint al. Nee, echt wel wat ouder. Ja, 50. Goed compliment. 30. Nee, dat gelukkig niet. Toch net niet. Alles goed met je? Ja, zeker gaat het goed. Het is wel lullig voor jou. Wij doen weinig moeite om ze tegen te komen. Jij gebruikt de ene tikken naar de andere en jij vindt ze niet. 25. Nee, 3 jaar is ouder. Bijna 4. Ja, maar dat maakt niet uit, Slita. Het is gewoon gezellig om te gaan hunten met jullie. Tussen 0 en 100 mis. Ja, dat sowieso. Dat zou niet goed zijn. Nee, over 4 maandjes ben ik 29. Ik kom hem gewoon weer tegen, hè. Oh. Ze heeft een zoon van 7. Ja, maar dat zegt nog niks. Iets minder dan 30 en ik 50. Voor wat moet ik blauwe plekken hebben? Ik gun je zo erg. Oh, Slita. Komt wel goed. Gelukkig zijn jullie bij mij, dus dat komt wel goed. Oh, dat het gaat weer sneller. Ik ga zo jullie reacties lezen. 54. Ik zeg zo weinig als je op de 13 uur gaat. Ook het heel klaar. Ja, 20 zijn met een zoon van 7 was wel heel veel pijn. Klopt. Ik ben zo terug, even richting boven. Is goed, Sony? Alles kan tegenwoordig. Klopt. Nee, ik ben 28. Ik heb nog niet eens alles gelezen. Nou, het lijkt wel sterk dat een engel nou, jongen. Hallo. Luca, gezellig dat je er bent. Oh. Oh, wat slecht. Ja, echt hè. Ik had nog niet eens alles gelezen. Ik zag al Angel in hemel gevallen. En ik dacht, oh, dit wordt zo'n slechte openingszin. Dat is zo. Nee. Ik was om mijn 20e zwanger. Jezus, dat is fout. Oh, jullie zijn heerlijk. Zelfs met 28 ben je voor mij nog een broekje. Dat weet ik.
Ik was er ook jong bij. Maar ja, dat was zelf een keuze. Dat zeiden we toen we 16 waren. Oh, jongens, jongens, jongens. Sorry, ik ben een tijdje uit de running geweest. Ah, zeg je dat over hem dat hij 16 is? Oké, is het leuk dan? Kapje, Jack. Nou, met zo'n openingszin ga je nooit scoren, denk ik. Oh. Nou, misschien bij de wanhopige wel. Ja, Stijn vertik. Echt, door al dat berichten ben ik bang dat ik gewoon mijn noekmatikkers niet eens meer bijgewerkt heb. Ik weet wie het zegt. Ah, oké. Dan is het goed. Ik ben hier het brokkie. ...28 juli word ik 30 jaar oud. 13 mei word ik 29 jaar oud. Bijna 30. Ik ben al oude taartjes vandaag. Hoezo, Lisbeth? Ik heb vanochtend voor je gezongen, maar ik heb niet eens naar je leeftijd gevraagd. Maar het is ook best onbeleefd om naar je leeftijd te vragen. Het is hoe je oud, hoe je je voelt, toch? Dankjewel, Yuri, voor je like. Thank you, thank you. Oh, alweer jij? Rot op. Hoe gaat het? Goed. We hebben een hele leuke middag gehad en nu ook een hele leuke avond. En jullie maken het even wat leuker. Ik word zondag 27 jaar oud. Oh, Sven! Gezellig dat je er bent. Hoe is het met jou? Dit is onze kameraad. Maar hij is flink hopeloos. Ik merk het. Ik ben 44 geworden. Oh, gefeliciteerd. Bijna 29. Ik ook. Nog 4 maanden en dan ben ik 29. Fisje. Ik 23 januari 21 bijna. Ja, dan ben je inderdaad nog een broekie. Maar er zijn mensen die nog jonger zijn in mijn chat. Yes, time for take off. Weesje, nou verbaas me nog dat je een nummer nog niet direct bij hebt gegooid. Heeft hij nu gedaan? Wat slim met een poppetje ertussen. Februari. Nice. Nu weet ik je datum, hè, Ben. Nu weet ik je datum. Maar wou jij zeggen dat we maar een paar maanden schelen dan als je ook 29 wordt? Of bedoel je... Huh? Bijna 29, ja. We schelen er maar 3 maanden. Wordt over 6 maanden 30. Klopt het nou dan? Ach, Norma, ik heb jou niet nodig. Ik zoek Sherry of Diana, kom op zeg. Sven is 3 maanden ouder. Yep. Klopt, haha, dus ik eerder 30. Ja, maar ook maar 3 maandjes. Ik heb besloten dit jaar weer 28. Nee, schat, dat gaat niet. We worden alle twee 29. En ik ben 2 dagen ouder. 2 dagen ouder als jou. Nou, de kijkers staan nu op 22 kijkers. Mijn lievelingsgetal. Kom op, zeg. Geef mij mijn poppetjes. Ik word pas 26. Ook netjes. Nou, je hebt helemaal een oude taart. Die wordt 34 en ik 27. Ah, kom ik aan met mijn 25. Maar 25 is een mooie leeftijd. Maar het is leuk dat jullie ook je leeftijden zeggen.
Dan komt het niet alleen van mijn kant en de rest van de kijkers. Ik word in maart 22. Mijn lieve link tot al. Jongen, pieps. Aha, ik word 18 mei 32. Nee, echt? Dat zou ik jou echt niet geven, Samantha. Het duurt nog 9 maanden hoor, voordat ik jaag ben. Ja, dat is de beste leeftijd. 25. Nee, ik wil dan hem stopzetten op 22. Maar 25 is inderdaad een hele mooie leeftijd. Ik ben nog steeds met mijn 44. We zijn allemaal jongens, joh. I wanna fly. Heel snel. Ach. Niet? Wat voor leeftijd dan wel? Ja, ik had jou ook ongeveer net als mij geschat. 28, 29. Veel in mijn jarig. Mijn party. Mijn feestje. Tamara, gezellig dat je er bent. Is het nummer? Ja, ik had het inderdaad gezien in de chat. 16 juli 24. Oeh, nice. Jullie zijn allemaal nog jonge broekjes. Ik hoor wel vaker of ik zo oud ben. Klopt. Als ik zeg dat ik ook zo oud ben, dan zeggen ze nee, jij bent jonger. Ze schatten me allemaal jonger. Oh, Flip. Kun je even kijken naar die sneeuwvlokje dan? Zo schattig. Ah, helaas is dat al voorbij. Wanna fly? Maar hoe was je dag vandaag? Geweldig, was super gezellig. Noem wat ik het. Ik had een challenge samen met een andere streamster en die had ik gewonnen. Daarom was die leuk, nee. We hebben het gewoon super gezellig gehad. Dat was cool. En verder is ja, rustig aan gedaan en nou weer gewoon zorgen dat ik mijn bewoners vind. En hoe was jouw dag? Ik ben nog steeds de oudste daar en dacht ik dat te weten. Niet meer tenminste goed uit als 80 jaar. Dat sowieso, Samantha. Wil jij nog andere games? Ja, Fortnite. Die stream ik alleen de laatste tijd niet. Maar die speel ik nog wel. Je bent zo jong als je voelt, dat zeker. Waar ben jij? Waar ben jij? Waar ben jij? Leeftijd maakt niet uit. Naar gedrag. Elvis, ik heb jou niet nodig. Nou, liever niet. Soms voel ik me 80. Ja, ik ken hem. Zijn mijn spieren zo stijf? Denk nee, laat maar. Maar, lieve Jill, ik ga mijn film verder kijken. Ik hoop echt dat je een van die twee vandaag vindt. Ja, maar lieve Celita, als het vandaag niet lukt, gaan we morgen gewoon verder. Het heeft geen haast. Ik ben gewoon zo blij dat ik het samen met jullie doe. Dan komt het goed. Wacht maar tot je een kind hebt, dan voel je je zo heel vaak. Klopt. Ah, ik gedraag me best vaak als een puber. Al die sensatie opzoeken. Ja, yeah, dat ken ik. Zestig. En nee, ik voel me niet 60. We gaan naar Noekma Ticket, 60. Fijne avond. Jij ook, lieverd. En dan hopelijk tot morgen. Nee, maar als het nou niet lukt, nog het half uurtje, dan maakt het niet uit. Dan gaan we morgen gewoon weer verder. Ja, probeer het wel. Inderdaad. Ja, een halve slik in prikkel, dat gaat niet zo lekker.
Nou, Goldie, jou heb ik ook niet nodig. Ik ga geloof jij dat proberen haar shiny. Ik ben ook al. Ik zie weg. Ja, dat snap ik. Ben je vaak live? Yep, elke dag. Als ik klaar ben met werken, dan volg ik 80. Ja, maar jij doet ook gewoon heel zwaar werk, Sven. Ik denk als ik jouw werk doe, dan lag ik al lang dood. Nee, maar elke dag stream ik. En als je wil weten wanneer ik stream, dan zou ik Athena Joe volgen. En mijn rooster gooi ik elke zondag online. Nee, je ziet niet hetzelfde filmpje. Anders zag je niet elke keer andere bewoners. Op Twitch of op Facebook? Facebook! Op de pagina waar je nu naar kijkt. Daar stream ik op. Twitch is zo lang geleden voor mij. Ik stream bijna nu een jaar op Facebook. Mijn geduld raakt op een 25. Dat snap ik dus niet, maar je doet het niet alleen. Nou, je zou er wel reden, maar na 2 dagen stop ik ermee, denk ik. Ja, ik denk het ook. Nee, maar ik ben gewoon op zoek naar 2 bewoners en daarom doe ik veel hetzelfde. Maar ik zie elke keer dezelfde bewoners, dus ja, dan valt er niet echt veel mee te nemen. Ik ben nog op zoek naar Diana en naar Sherry. En als ik die vind, kan ik gewoon verder met mijn eiland. Maar ik moet elke keer met een vliegtuig ergens heen gaan vliegen. Met een Nookma ticket, zodat ik die bewoners kan vinden. En als het nou niet lukt, gaan we morgen gewoon verder. Maar dan is het overdag dat ik ga kijken. Sorry, niet veel verstand van het spel, maar zelf meer van FIFA. Dat maakt toch niet uit. Je kan alles vragen wat je wil. Maar of je er antwoord op krijgt, is een ander verhaal. 61. 61. Die. Waar wordt er een baby komt? Heb je even een jongen? Mijn dochter en een baby met mijn buik. Elke ochtend misselijk. Oh. PS4 Call of Duty. Nee, PlayStation 4 Fortnite. Ja, denk je dat je grijze haren erbij krijgt? Als je bevallen bent. Het zal wel goed komen, toch? Jij kan het, meid. Daarom denk ik ook iedere dag aan je schat. Ik doe het je niet na. Ik ook niet. Laat mij maar lekker in mijn kamertje zitten en streamen. Nee, 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 nee. Sorry, maar Diana en Sherry die gaan voor. Nou, ik hoop nu dat ik Sherry en Diana vind. Oké, ja. Olief, jij komt ook wel. En je kan het ook. Iedereen kan. Dat komt wel goed. Ja, daar moet je eigenlijk gelijk in geven. PlayStation 4 is bijna voorbij. Nee, de PlayStation 4, 5, daar wacht ik nog even mee. Als ik het geld bij elkaar heb voor de PlayStation 5, komt het dan wel. Maar dan wel de zwarte. En als de kinderziektes eruit zijn. Farming Simulator, speel jij dat ook? Een vriendin van mij speelt dat ook. Hoeveel eilanden zijn er wel niet? Er zijn heel veel eilanden. Een stuk of 15 volgens mij. Maar er zijn 300 en zoveel bewoners. En ik zoek daarvan 2. Maar soms krijg je ook gewoon dubbele. Nou, als het kindje op zijn zus gaat lijken. Hetzelfde karakter. 5 jaar gekke huis, denk ik. Oh. Jij kan dit wel aan, lieve schat. Nou, ik vind tenminste nu andere bewoners die ik de hele tijd nog niet gevonden heb. Het moet goed komen. Ik heb vertrouwen in mezelf. Ah, jongens, jongens, jongens.
Ik denk dat het vanavond niet gaat lukken. Maar dan gaan we morgen gewoon verder. Al morgenmiddag ben ik er sowieso. Ik weet alleen niet hoe laat. Het staat op mijn rooster. Dus we moeten alleen even kijken. Volgens mij 1 uur of zo. I wanna fly. Farming simulator blijft zeker man. Heb je wel verwacht of veel? Nee, ik had het echt niet verwacht. Maar een vriendin van mij die speelt het ook. Alleen echt heel vaak fout, zeg maar. Jawel, blijf positief. Gaat lukken vanavond. 21 minuten nog. Ik blijf sowieso positief, maar ik denk dat het niet lukt. Maar anders gaan we morgenmiddag gewoon verder. En dan lukt het sowieso. Het lijkt heel lief op de foto, dat kan heel lief zijn, maar... Die eigen wil... Ja, soms is inderdaad die eigen wil niet fijn. Maar als ze dat doorhoudt tot en met later, dan komt ze later zo ver. Of ze is zo eigenwijs... Of ze is gewoon... Ja, bij Leanne dacht ik ook van... Oh, jij met je eigen wil. Maar aan de ene kant moet je dat juist... het ligt eraan in welke vorm... Moet je dat juist toestemmen. Want ik denk alleen maar... Hoe beter jij nu weet wat je wil... Hoe beter het later wordt. I wanna fly. Look, ticket. Ja, ik ga denk ik tot en met Look, ticket 70 en daarna stoppen voor vanavond. Dus geniet nog even 20 minuten. Ongeveer. En anders gaan we morgenmiddag gewoon na 1 uur verder, volgens mij. Argumenteer. Hier staat natuurlijk wel mijn poster. Thank you for the like, Jack. Thank you. That's sweet. Nee, morgen stream ik vanaf 12:30 tot om 5:30. Maar dan hebben we 4 de tijd, dus dan hebben we het al langer. Het is aan de ene kant wel fijn als ze wat vragen gewoon nemen, maar nee, die duurt het langer voor. Aan en uit. Ja, maar dat komt later wel. Maar wat kan je nou fout doen bij farming? Weet ik niet. Volgens mij duurde het super lang of zo. Of de tractor die vloog, hoe heet dat? Ondersteboven, zoiets. Dat foto's toegestuurd. Ik heb toch een probleem met al mijn bloemen. Want het past niet op je strand. Yes. Je kan gewoon slaan en uitlachen. Als je er op de... Ja, maar dat is kind eigen. Ik heb geen... Nee, maar... Okay, hoor. Dat is ook de reden waarom ik mijn huizen en zo en de rest... Gewoon allemaal... Wow. Allemaal vooraan gaat zetten. En dan begin ik achteraan. Of je begint gewoon op te bouwen bij een stukje. En dan ga je daar dingen heen verhuizen. En doe je weer een ander stukje. Ga je daar dingen heen verhuizen. Zodat je het verdeelt. Ach en ach, gebeurt wel eens. Misschien hebben ze hem. Die zijn staan. Duurt... dat duurt lang, ja. Dat zou kunnen, ik weet het niet. Ik weet alleen nog voor de strengere regels van dat ze toen hun kinderen nog op school zaten. En ik liep met haar dat ze foto's liet zien. Van dat er een maaimachine of zo op de zij lag. En dat het heel erg lang duurde. Dus ik dacht, het zal wel. En ze zit in de bijtfase.
En dat is echt niet leuk. Ze bijt echt hard. Oh. Ik heb ook alles gedaan. Genegeerd, in de hoek gezet. Ah, oh, dat is echt gemeen, Shawnee. Dat is echt gemeen. Even. Yes, dan ga je vliegen. Saving, do not touch. No, I don't. Nee, het lijkt me kapot. Ja, die bijt ook heet het in jouw tenen. Dat is best grappig. Nou jongens, we gaan nog 3 Noogma tickets hierna gebruiken. Show yourself. No, of course not. Ja, dat bijt je niet. Oh. Yes, we gaan terug. Oh. Dat is ook een spel waar je geduld nodig hebt. Bij je komt een bak koffie erbij en lekker rustig spelen. Soms wel lekker hoor. Ja, nee, dat klopt. Daarom heb ik gewoon Animal Crossing. Maar ja, dan heb ik ook geen geduld. Dan is het ook gewoon time travel. Dan is het ook gewoon oké. Okay. Dan alweer stoppen. Ja, schat, ik ben echt moe. Ik heb vanmiddag ook al bijna 4 uur gestreamd of zo. 3, 4 uur. En morgenmiddag gaan we gewoon gezellig verder, hè? Maar dan is het van 1 uur tot 4:30. Dus dan ben ik sowieso al wat langer. En dit was al extra, hè? Eigenlijk zou ik niet eens streamen vanavond. Dat is vanmiddag even snel bepaald. Dit was al extra. Farming kan je de tijd vooruit spoelen. Nee, dat is hem ook niet. Dat is al geprobeerd. Ik geef waar ze op mag bijten en bijten. Nee, jij moet je rust ook nemen. Daarom. En dit was al extra. Ik vind het echt super leuk om te streamen voor jullie. Dat is het niet. Maar ik ben best moe na zo'n middag en ochtend. Maar morgenmiddag gaan we gewoon gezellig verder. Want ik moet ze hebben voordat we aan mijn eiland gaan werken. En ik wil het ook met jullie delen. Want sowieso ga ik niet Animal Crossing spelen. Als ik niet aan het streamen ben. Dus ik moet al streamen om te kunnen spelen. Maar ik vind het gewoon leuk om met jullie de reis. Hoe heet dat? Te laten zien. En die reis met jullie te doen. In plaats van dat ik hem in mijn eentje doe. Nou, 69. Kom op. Diana. Of Sherry? Nee, we gaan tot Noogma ticket 70 en daarna is het klaar. En morgen gaan we gewoon weer verder hunten. En dan zien we wel waar we eindigen. Yes. Waar is dit? Mijn eiland daar een beetje op kijken. Oh, Wolfgang, jou heb ik niet nodig. Nee, maar dat snap ik. En zei jij, als je dan Noogma tickets nodig hebt, moet je het zeggen. Want jij hebt mij de jouwe gegeven, maar je krijgt ze ook gewoon weer terug als je ze nodig hebt. Daar heb je pas dit, yes. Thank you for the likes, man. Had jij mijn stream nog niet geliked? Yes, I am flying. Heb er... Zo dan. Ik dacht dat ik er veel had. Maar
70. Oh, die is ook leuk. Thank you for the like. Anne, Marije, dank je wel. Nee, hij is al rood, maar hij is niet de juiste. Maar dan nee, lieve mensen, we gaan morgenmiddag gewoon verder. Love you. Oh, thank you for the follow. Dankjewel, dankjewel. Ready. We gaan morgen verder met Hunter, lieve mensen. Ik ga zo mijn bed in. Ik ga haar meenemen. Goed gelijk. Dat is lief. Helaas was ik net aan het einde aan het stoppen. Omdat het nu al bijna 10 uur is. Dus ik ga mijn bed in. Want vanmiddag was het ook een lange stream. Ik ben morgenmiddag weer terug. Uur of 00:30. 1 uur. Dat ligt eraan de tijd en wat er gebeurt. Jammer. Maar morgenmiddag ben ik terug met de verdere hunt. We gaan op zoek naar de laatste 2 poppetjes die ik nog nodig heb voor mijn eiland. Als je Athena John nog niet de follow hebt gegeven en mee wil naar met mijn reis voor mijn eiland. Vergeet het niet om te followen, te liken en te sharen. En weet ik wel wat. Met Animal Crossing vrienden mag je natuurlijk ook delen. Want ik wil iedereen helpen aan spullen, tips en weet ik wel wat. Slaap lekker. Dankjewel voor de likes, voor de followers, voor de sterren. En voor de gezellige gesprekken. Dank jullie wel. Ook jullie, jongens. Dank jullie wel, iedereen. En slaap lekker. Mwah. Doei doei.